Spelotheek bestaat nu ongeveer anderhalf jaar. De Spelotheek is onderdeel van de Brede School Stokhasselt. Wat wou jij gaan doen thuis? Verven. Kijk, verven. Kijk, dan mag jij de tas meenemen om te verven. Kijk, dit is de tas om te verven. Ja, toelichting voor de ouders. En daar zit dan bijvoorbeeld een plakpotje in. Een knipsel, bakje, een stiften, potloden. Tekenpotloden, gekleurde vellen en kleurplaten. De Brede School die bekostigt het verbruiksmateriaal, zoals de potloden, de stiften, het papier. Maar het merendeel van het andere materiaal, dat proberen we aan te komen via tweedehands speelgoedbeurzen. We krijgen heel veel speelgoed van ouders. Want die heeft naar mijn winkel bediend met de breinaalden. Tot speelgoed brengen, ja. En die heb ik heel veel speelgoed, dat is Spelotheek. En ik heb thuis niet nodig, dus ja. Gewoon andere kindjes zijn zo met speelgoed. Ja, leuk. Speelgoed gebruiken we voor de Spelotheek. Kijk, nu hebben we weer een nieuw spel gekregen. Dan kijken we na, er komt een nummer op. En dat is weer leuk om in de uitleen mee te geven aan de kinderen. Als iemand wil lelen of iets speelgoed nemen met hem naar huis, ik schrijf hem die naam en die nummer van speelgoed. Degene die met de Spelotheek begonnen is, Gerda, die heeft van alle speelgoed maakt ze een fotootje. Daarin staat het nummer van het speelgoed en dat nummer komt dus ook op het echte speelgoed geschreven. En als het er terug moet komen, ja, dan weet je dus ook waar je naar zoekt. Het is eigenlijk de bedoeling dat we ook nog onze catalogen gaan digitaliseren, maar dat is nog in de maak, daar wordt hard aan gewerkt. Maar dit werkt op dit moment ook gewoon perfect, iedereen kan er mee werken. De Spelotheek draait helemaal eigenlijk op vrijwilligers. We hebben een werkgroep Spelotheek die al op maandagmiddag om 1 uur bij elkaar komen. En die samen de tasjes in orde maken, het speelgoed wat binnengekomen is controleren en weer in orde maken voor de uitleen. Ook de uitleen zelf gebeurt helemaal door ouders en vrijwilligers die ons mee willen helpen. Als we om 3 uur klaar zijn met school, lopen we gelijk naar de Spelotheek en dan gaan we kinderen helpen en dan gaan sommige meisjes gaan tassen spullen. De anderen gaan kinderen helpen in de kast en een paar gaan controleren. En zo vermaken wij ons de hele dag. Memory leuk? Heb je ook met dieren, Memory? Hoe je iets met de arm? Als mensen vragen, bijvoorbeeld, waar is Monopoly? En dan moeten wij dan zoeken waar Monopoly is. Of als ze leuke dingen willen, moeten wij het vinden. Ik ga denk een auto. Hier zitten auto's bij. Die kun je aan elkaar maken. Denk ik. Hier zit nog een klein auto. Zie, dan heb je 2 auto's. Ja. Ja. Kijk, dit kun je aan elkaar maken. Daar kun je een racebaan van maken. Hè? Andere kinderen die waren eerst. We willen binnenkort folders maken en dat we dan een beetje erin zetten ja, wat hier allemaal gebeurt. Dus wat de Spelotheek inhoudt en wat er gelezen kan worden voor de kinderen. En we willen een beetje in de folders zodat we onze doelgroep kunnen benaderen. Ja, moet eens kijken. Met 8 raden, met 6, ze kan het rond, ze kan het vierkant. Goed, hè? De andere van deze had ik aan mijn moeder. Ja, heel. Met de bibliotheek gesproken om een goede collectie boekjes in de aanbieding te hebben die we hier in de Spelotheek kunnen uitlenen. Kijk, dus we hebben gevraagd om boeken die aansprekend zijn en die onze ouders ook thuis kunnen gaan voorlezen. Er zitten ook veel plaatjesboeken bij, maar ook boeken met eenvoudige tekst. Vooral ook om het voorlezen thuis te stimuleren, zodat ouders hier alles een boekje mee kunnen nemen en dan thuis met hun kind kunnen lezen.
ook makkelijke boeken waarbij de woordjes geschreven staan, zodat de ouders ook zelf het woordje kunnen benoemen samen met de kinderen. Die collectie is samengesteld samen met Helma van de Langrijd van de bibliotheek. We zijn door de gemeente Tilburg benaderd of de stof van hun banners konden gebruiken voor onze spelotheek via Mooi Zo Goed Zo. Deze banners die hangen door het hele jaar op in de gemeente Tilburg aan de vlaggenmasten. Met de stof, daar konden ze niks meer mee doen, maar het is hele sterke stof. En wat hebben wij nu vanuit de spelotheek gedaan? Van die stof hebben we tasjes genaaid. Onze vrijwilligster Gerda, die is zelfs zo ver gegaan dat het restmateriaal, wat dus overgebleven is na het scheuren en het knippen van de tasjes, zelfs dat wordt gebruikt. Kijk maar eens wat we daarvan gaan maken bij een activiteit. Een hele mooie ketting. Of het kan ook een armband. Behalve dat je er een leuke ketting van kunt maken of iets, want het is heel sterk. Kun je er ook nog wel mee haken. Kun je het verwerken, net zoals het tegenwoordig in de mode is. Bijvoorbeeld een bakje haken. Maar ik zou er ook een leuk mutsje van maken. Of wel in het groot een leuke tas of zo. Met of een kippeltje. Ik zie daar wel mogelijkheden in. Al het materiaal wat we gekregen hebben, dat wordt helemaal gebruikt.